Yo iedereen, welkom bij een nieuwe Mobile Monday. En eerst en vooral om te beginnen wil ik jullie enorm bedanken voor de enorme support die ik kreeg op de laatste video. De laatste Praetorians campaign video die Christophe geüpload heeft, hebben we 15 likes op gekregen, misschien ondertussen al meer. En ook rond de 55 weergaven. Daar ben ik echt enorm dankbaar voor. Je ligt een record eigenlijk voor onze likes en die weergaven zijn ook echt extreem goed. Dus echt waar, bedankt mannen. Wat ik ook wil doen, is een dikke shout-out naar Bart Kokke. Hij is de persoon die ons een nieuw logo en een YouTube-banner gegeven heeft. Dus echt waar, dikke shout-out naar u. Bedankt om ons te helpen met ons kanaal. En hopelijk, als u ooit eens kunt helpen, moet je het maar zeggen. En dan kunnen we elkaar nog verder helpen in de toekomst. Hè. Dus zoals jullie kunnen zien, heb ik weer een nieuwe game gekozen. Het is een game nog maar net uit is, ik noem het WWE Champions. En het is eigenlijk een soort van Candy Crush. Ik weet het, allee, dat is normaal ook niks voor mij Candy Crush. Maar door het spelen van die Candy Crush vechten uw characters eigenlijk, superstars, tegen andere superstars. En ik heb er nu al een aantal vrijgespeeld, ik zal ze laten zien. Ik heb Roman Reigns, Kevin Owens, Triple H van The Authority, NXT Seth Rollins, The Rock, diegene die iedereen kent, John Cena en Corporate Kane. Ik heb die ook voor een groot deel geupgraded, maar ik kan gewoon een paar matchjes spelen dat ik kan uitleggen aan jullie. En dat ik kan zien hoe het spel in de werking gaat eigenlijk. Dus dat is eigenlijk een soort storyline, want in dicht gaan ze ook altijd van de ene locatie naar de andere voor shows te doen overal. En ja, ik ben on the road nu en ik ga verder, ik weet niet waar ik juist zit. Ik zal eens kijken. Het is een NXT Tour in Orlando. En ik ben nu tegen Sheamus. Dus voor te beginnen. Jullie zien linksboven mijn tegenstander. Zo'n icoontje. En dat icoontje kan een bepaalde werking hebben. Want elk icoontje heeft een ander icoon dat zwakker of sterker is dan dat. Dus bijvoorbeeld van hem is dat paard dat jullie nu kunnen zien. Als je hierop klikt, ziet je. Dat is zo'n grijs vuistje, en goed is voor tegen te gebruiken. En zo bijvoorbeeld een groen moersleutel, dat je dan een nadeel hebt als je dat gebruikt. Dus moet je een beetje in oog houden waar je moet gebruiken tegen welke personen. Dus ik zal iemand pakken met zo'n vuistje, ik heb er alleen. En dan zullen we gewoon de match spelen. Het wordt wel duidelijker als de match begonnen is. Nu gaan ze een opkomst doen. Ah, hier, een beetje informatie. The amount of damage to kick out is determined by damage that put you into the pin. Dus ja, je moet ook een beetje WWE begrijpen om dat te kunnen volgen, het spel. Maar je moet ook niet WWE kijken om het spel te kunnen spelen. Dus je kunt altijd spelen. Voilà. Ik ga beginnen. Oké. Dus onder mijn mannetje, ik ben het linkse mannetje, zie je drie vakjes. Dus als je bijvoorbeeld, je hebt een paar special moves. En je hebt één move die eigenlijk is voor de match te beëindigen. Maakt niet echt uit welke in dit geval eigenlijk, maar bijvoorbeeld als je dat paars rechthoekje wilt opvullen, moet je zorgen dat je die paarse bolletjes van onder combineert met 3 of 4 op rij en dan vult dat zich op en als het vol is kun je die move uitvoeren. En als, je hebt ook boven de beide personen een heel balletje en als je die moves doet en als je gewoon combinaties maakt, dan neemt die andere zijn dingen af, zijn heelt. En als je je special move doet voor de match beëindigen, dan kun je dat, je zult het wel zien eigenlijk, je moet een beetje begrijpen, dan pint je die. Voor de mensen die niet weten wat pinnen betekent, dat is gewoon dat je je tegenstander met zijn beide schouders op de grond legt voor 3 seconden en als je dat haalt, dan wint je. Het lijkt misschien dom als jullie dat niet kijken, maar als je dat wel kijkt, is dat vrij normaal. Dus ik ga nu proberen voor combinatie te maken, bijvoorbeeld deze. Ik heb links een grijs rechthoekje, die ga ik grijze steentjes naast elkaar doen. Voilà, dat is hij aan het opvullen. Ik heb die een punt gegeven. Hij doet een move terug aan mij. Even kijken welke move ik nu ga doen. Voilà, de paarse. Die is al goed opgevuld. Wat ga je nu doen? En hoe beter de combinatie, hoe meer het opvult en hoe beter het resultaat natuurlijk. Hè. Ik zal het zien. Hè. Oké, deze kun je ook doen. Dat is een loot crate eigenlijk. Je kunt hier vanaf mijn fles spelen, denk ik.
Maar die speelt ook nog niet zo heel lang hoor. Maar ik ga wel een beetje uitleg geven natuurlijk. Oeh, dat moet pijn doen. Oké. Dat is pijnlijk. Maar ik heb veel meer leven als hem, want hij is serieus geüpgraded, dus dat maakt niet uit. Voilà, zoals jullie kunnen zien, is mijn paard rechthoekje opgevuld. Dus ik kan nu die move uitvoeren. Dus ik ga erop klikken. En op de Flowing DDT kan ik nu doen. En een speciale move die je gaat doen, voilà. Boom. Oké, okay. Die heeft goed veel damage gedaan. Ik pak nog een keer. Deze terug. Hopla, goede combinatie, voilà, zo doen we dat. Hey. En nog eens aan mij, dat ik zo'n goede combinatie heb gedaan. Maar ik kan gewoon deze doen, hè. Dat is mijn special move al. Oké, okay, deze soort moves begrijp ik niet goed op dit spel. Dan moet ik een beetje kijken hoe ik dat ga doen. Ik denk dat ik zoiets zou kunnen doen. Oké, okay, ik ben gewonnen blijkbaar. Oké. Okay. Voilà, dus 1 match gewonnen al. Dat was redelijk simpel. Westeralik 3. 3 op 3. Het is niet slecht. En meestal als ik zo een level heb uitgespeeld, dan haal ik de matchen waar ik geen 3 sterren heb gehaald, dan speel ik die opnieuw. Zodat ik wel 3 sterren haal. Want het is beter voor de voortgangen. En je kunt ook een klam maken, dat ga ik later doen, als nog wat van mijn vrienden gaat spelen misschien. En dan moet je munten voor betalen. Voor het te maken. Oké, volgende match. Xavier Woods van The New Day. Oké. Hij heeft ook zo'n icoontje, maar misschien pak je iemand anders. Dat ik iedereen kan tonen aan jullie. Even kijken. Ik heb maar eentje van die klas. Is er nog iemand dat ik zou tekenen gebruiken? Die gele ga ook, dat ga ik dan doen, want ik wil gewoon al mijn mannetjes laten zien. Oké, dan gebruik ik John Cena, want die kent iedereen. Oké, battle. Always check to make sure that your superstars are healed up before a match. Dat is waar, want als je matchen speelt, neemt de gezondheid af van dat mannetje waar je mee gevochten hebt. En dan kun je dat terug bijvullen. Met zo'n zo'n medic bag eigenlijk. Hier zie je John Cena. Hustle, loyalty, respect. En daar heb ik Xavier Woods. Oké, laten we beginnen. Ding ding ding. Hopla. Ik heb gehoord dat ik Christophe ook een kans gegeven voor het spelletje. Dus ben benieuwd wat hij ervan vindt. Waarschijnlijk is dat niet leuk voor hem, omdat hij ook niet volgt. Met dat redelijk belachelijk is als je dat niet kijkt. Dat begrijp ik ook wel. Maar ja, ik zie het graag, ik doe het graag. En dat is een goed amusement, vind ik persoonlijk. Dus voor mij is dat perfect. Oké. Okay. Oeh, hij heeft dat een beetje move gedaan. Maakt niet uit, ik heb al mijn leven nog bijna. Ik doe niet veel, omdat hij ook heel great is. Je rond aan mijn level mate. Keep trying. Nou ja, als je dat doet, dan moet je zorgen dat je die damage eigenlijk wegwerkt door bepaalde combinaties te maken. En hoe grotere combinatie, hoe meer punten dat je hebt voor dat weg te werken. Dus ik moet nu 250 doen. Ik heb één goede combinatie. Ja, één combinatie van 3 was goed genoeg. Nu doe ik een special move. Hopla. Hij heeft ook wel veel leven, moet ik zeggen. Oké. Okay. Dat ga ik niet doen. De blauwe zeggen ze, oké. Okay. Hij heeft niks nut, ik weet niet waarom ik het gedaan heb. Nu krijg ik nog een special move van hem, zijn finisher move. Nu had hij mijn pinnen. Oké, okay, dat wist ik. Even kijken. Oei, one. Als ze bij 3 zijn, verlies ik, maar dan maak ik niet uit, ben eruit geraakt. Voilà. Oké, okay, ik ga gewoon eindigen. Attitude adjustment, zijn finisher. Het is over. Hey, hey. 1, 2, 3. Hopla.
Voilà, nog een match, Jono. Hoeveel sterren deze keer? 1, weer al 3 sterren. Niet slecht. 5 battles met John Cena gewonnen. Is ook goed. Oh ja, Showboats. 10 drive high healed. En can you see the moves healed themselves? Ah, dat wist ik nog niet. Oké, volgende. Oh, een tag team match heb ik nog nooit gedaan. Tegen de Shield. Een van mijn favoriete teams in de WWE. Oké, ze zijn goed dat ze werken gaan. Oké, ze hebben een persoon met een vuistje in. Met een soort snake. Oké. Je met mijn mic. Die daar goed tegen. Dus een. John Cena is de perfecte barrier voor die mannen. En. John Cena met de Rock. Voilà. Perfect. Oké. Okay. Even healen. Voilà. Let's go. Tap on the class icons before your matches to see if you can gain a class advantage over your opponents. Dat doe ik altijd. Want het is wel belangrijk. Dat je elk voordeel dat je kunt pakken, dat je dat gebruikt. Oké, okay, let's go. John Cena and The Rock. Oh, Shield. Oké. Okay. Eens kijken. Oké. Okay. Hopla. Hopla. Ik heb al een special set. Direct pinnen blijkbaar. Oh, hij heeft het moeilijk. Oké. Okay. Is er al wat geraakt. Oké, okay, broski. Huh? Wat zeg je doen? Echt een kekje. Oké, okay, nu is mijn beurt. Sit out, hip toss, level 2. Hopla. Oké, okay, ik heb al terug een special. Hij gaat die van hem nu wel doen, maakt niet echt zwart uit. En je mocht zeker, zoals ik al de afgelopen aflevering gezegd heb, mocht je altijd een game in de beschrijving zetten die je wilt dat ik speel. En dat ik dat wel speel, hè, voor jullie. Hoppla, 5 knuckles shuffle. Tegen mij zegt hij, ik ga dat direct doen, man. Hopla. Excuses. Ik ben even een YouTube video aan het maken, ik kom binnen 5 minuten. Oké. Okay. Sorry, dat is mijn mama even. En ja, ik woon bij mijn mama. Want mijn ouders zijn gescheiden. En bla 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 bla. Dat kan altijd wel eens uitleggen. Oké, okay, hij heeft ook gaan taggen. Hij heeft terug een special move, oké. Okay. Wow, typisch Dean Ambrose. Typical. Oké, okay, man, ga je echt moeilijk doen. Zack. Hopla, combo. En ik heb mijn special, mijn finisher move. Oh. Maar het is aan mij, man. Game over, rock bottom. Pin. Gaat het eruit geraken? Nope. Game over.
teruggewonnen. En weer al 3 sterren. Ik kan nog 1 matchje spelen en dan zal ik de video beëindigen. Morgen weet ik niet wat voor video er komt. Maar woensdag komt er een nieuwe Kingdom aflevering. En dan zal er echt terug vlog. Zet er een vlog. En dan... Ja, ik hou jullie op de hoogte. Zeker als Facebookpagina volgen. Want daar zit ik altijd op welke video's er geüpload zijn. En of er iets gaat aankomen van nieuwe video's. Dan moet je altijd zeker bekijken als je wilt kunnen volgen met ons. Oké, tegen Biki. Ah, ik ben nodig van die ranking. Dan ben ik, ik heb maar 1 keuze. Dit zal NXT zit erin zijn, dat is mijn laatste match. Oké, let's go. Battle. Unleash your finisher move to instantly pin the opponent. They might still kick out. Dat klopt. Oké, Seth Rollins, hier is hij. Tegen Big E, van dezelfde groep. Zelfs die Xavier Woods van de ruis, zoals je kunt zien aan de kleren. Oké. Laatste match, die moet ik zeker winnen. Ja. Oeh. Damn, hij is goed bezig. Oh, wow, even oppassen. Oké. Als je zo een antwoord speelt tegen mij. Interesting. Oké. Nu is het mijn beurt. Maar even kijken, want ik heb hier veel opties voor mijn balkjes te vullen. Ah. Daar heb ik niks aan, heeft wel een speciaal nu. Ah. Het wordt een moeilijke, denk ik. Dit sterk kunt al niet meer worden. Damn. Ik heb ook weinig keus. Valt dit moeten zijn, zeker? Zo goed. Nog iets terug doen. Right. Come on, hè. Geen enkele blauw, groen of gele combinatie maken. Dat is interessant. Nu wel, eindelijk. Dat werd tijd. Eindelijk kan ik iets speciaal doen. Come on. Nou, heeft hij van hem ook al. Oké, come on. Come on. Ik heb er 2. Gutbuster, let's go. Oké. Let's go. Ik heb mijn special. Als ik nu eruit kan geraken, uit zijn special move, kan ik het eindigen. Ja, ik heb nog een kans. Direct finisher. Straight sidekick, come on, eindig het. Let's go. Boom. Game over. Pin. Hopla. Dat was een moeilijker, maar dat is mooi om de video mee te beëindigen. 1 of 2 sterren maar, denk ik. 1 ster, oké. Maakt niet uit. Ik heb gewoon het belangrijkste. Maar je hebt ook een login bonus. Altijd als je elke dag inlogt, krijg je een bonus. Oh, ik ben ook ranking geworden. Oké, rank 4. Op rank 5 kun je een klant maken. Oké, level up signature moves. With TP posters en duplicated superstar posters. Ah, oei, ik heb het niet goed even gelezen, maar ook net. Blijkbaar kun je level uppen met posters.
Oké, ik heb bloed gekregen. Even openen nog, voordat ik stop met de video. Free loot, oké. Ik wil die samen openen, kijken wat erin zit. En Dallas. Oké. Ben ik altijd blij mee. Even zien. Wat is dit? Nieuwe loot. Oh, nooit dat ik kan openen. Oké. Oké, ik heb er alles in zitten. Oké, wat is er bij mij in? Een Shango Curse. Tech Season. Back Support en Charles. Fuji Special. Oh, Special bedoel ik. En ook de Shango Curse, oké. Ik heb misschien een beetje Chinees voor jullie, maar maakt ook niet uit. Dat is niet belangrijk. Oké, maar ik ga hier stoppen met dit spel. Hopelijk zie ik jullie volgende week terug op Mobile Monday. Stuur zeker een comment van de games die je me aanraadt om te spelen. Zeker morgen kijken naar een nieuwe video op ons kanaal, want we zijn nog altijd met streak bezig. Al een anderhalve maand, denk ik. Hoe vooruit. En dan zie ik jullie bij de volgende. Peace out, guys.